Beste lezer, ik ben Vera, een 16-jarig meisje met een enorme passie voor theater en andere kunstvormen. Je mag nu denken: oh nee, weer zo'n onnozele linkse trut die de wereld probeert te veranderen. Maar deze brief gaat over iets heel anders. Ik ga jou namelijk een belangrijk verhaal doorvertellen: het verhaal van Frans Nies, mijn overgrootopa. 31 jaar oud in 1944, werkzaam in het Limburgse verzet en getrouwd met Toos van Wegberg. Samen hebben ze in 1944 drie kinderen. Het vierde kind zal Frans nooit meemaken. Op 10 augustus 1944 is Frans al vroeg opgestaan. Hij is getuige op de bruiloft van zijn zwager. Ondanks het gevaar verlaat hij zijn onderduikadres en vertrekt hij naar Molenporterie, waar zijn vrouw en kinderen wonen. Frans heeft geen goed gevoel over vandaag. Hij krijgt er vreemde buikpijn van. Maar zijn familie en vrienden gaan boven alles. De zon is nog maar net op als Frans arriveert op zijn bestemming. De eerste zonnestralen glijden als een warme deken over hem heen. Even geniet hij en dan weer door. Want er zijn grotere belangen dan het eigen. Als hij binnenkomt ziet hij Toos en zijn kinderen weer voor het eerst in lange tijd. Een enorm gevoel van trots overvalt hem. Dit is zijn gezin. Toos wijst naar de trap om aan te geven dat hij zich moet omkleden. Als hij omgekleed en wel weer beneden is, wordt er hevig op de deur gebonst. Ook wordt er iets onverstaanbaars geroepen. De vreemde buikpijn is terug. Hij geeft Toos een kus en eit alle drie de kinderen vluchtig over hun bol. Vervolgens rent hij naar de achtertuin. Hij kijkt om zich heen, maar zijn hoofd is één grote warboel. De schutting. Hij moet over de schutting. Dan kan hij via het huis van de achterburen toch ontsnappen. Hij klimt moeizaam over het houten, hoge bouwwerk heen. Maar het lukt hem om in de andere tuin te geraken. Wanneer hij het huis van zijn achterburen binnenstormt, wordt hij raar aangekeken, maar ze laten hem passeren. Frans opent de voordeur om zo snel mogelijk naar zijn onderduikadres te rennen. Maar te vergeefs. De SD heeft zelfs de straat van de achterburen afgezet. Frans Nies wordt naar het gemeentehuis in Maastricht gebracht, waar hij gemarteld en vastgehouden wordt. Ondanks dat heeft hij nooit iets over zijn verzetsacties vrijgegeven. Hij wordt naar Kamp Vrucht overgebracht en op 5 september 1944 wordt hij daar gefuseerd. En dan nu de handvraag. Waarom schrijf ik jou dit? Ik snap dat je dat denkt, maar dit is een hele goede reden. Verhalen als deze zijn, naar mijn mening, ontzettend belangrijk. We herinneren zo dat we eerdere generaties erg dankbaar moeten zijn voor de vrijheid die we nu hebben. We realiseren ons dat die vrijheid niet vanzelfsprekend is en ook herinneren. De verhalen ons eraan dat we er samen voor moeten zorgen dat er niet opnieuw oorlogen ontstaan. De mevrouw die dit verhaal aan mij vertelde is mijn oma. Ik leer veel van haar. Haar vader was dan misschien verraden, maar mijn oma heeft vanaf jongs af aan van haar moeder geleerd dat haat nooit de oplossing is. Mijn oma heeft daarom ook nooit de verrader gekend en gehaat. Ik denk dat we daar allemaal iets van kunnen leren. Kijk eens vanuit het perspectief van een ander... Misschien krijg je op die manier een ander zicht op een situatie. Dank je wel, beste lezer, voor het lezen van mijn brief. Ik hoop dat je hier iets van leert. Veel geluk, Vera.